gaat ook een beetje pek. 3, 2. Dit gaat super snel. Wow! Niet onderschatten. Dit is de start. De korte bocht. Céline zit in de fontein. 3, 2, 1, go! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Céline. En vandaag hebben we echt een superleuke challenge. Ja. Want vorige week hebben wij de Alphabet Voedsel Challenge gedaan. Die vonden jullie superleuk. En jullie hebben heel veel voorstellen gedaan voor een andere Alphabet Challenge. En vandaag is het tijd voor de Alphabet Waterpark Challenge. Die is echt superleuk. Ik heb er heel veel zin in. Het wordt heel moeilijk, want we hebben dus 26 letters. En per letter moeten we iets vinden in het waterpark dat jullie achter ons zien. Ja, het zal wel lukken, denk ik. Het wordt al niet makkelijk. Het wordt niet makkelijk. We gaan gewoon het alfabet af. Dus we beginnen met de A, maar voor we beginnen voor hoeveel likes gaan we? Oh, we gaan voor 13.444 likes. Moet lukken. En reageer onder deze video 3 dingen waar jij als eerste aan denkt bij een waterpark. Ja, waar denk jij als eerste aan? 1 ding. Ja, altijd glijbanen. Glijbanen, ik denk aan water. Wow. Beginnen doen we bij de letter A. En ja, we hebben al heel veel rondgekeken. Je mag ook eens kijken. Wat zie je met de letter A? Ik zie echt niet veel. Ik zie een schildpad, ik zie een glijbaan, ik zie een rut. Ik zie water, ik zie van alles, maar heel weinig met de letter A. Ik zie ook bomen met de letter B. Maar we hebben iets gevonden met de letter A en ik heb het achter mijn rug en het is een afstandsbediening. Wauw, en mooi. Nu denken jullie afstandsbediening in het waterpark. Waarvoor is dat nodig? Ik zal het jullie eens tonen. Hier is dus het bewakingssysteem. En kijk, als ik druk op A, gaat de tv normaal aan. Voilà, daar is het bewakingssysteem. Mooi. Nu zijn we helemaal klaar voor de challenge en jij mag de letter B doen. Okay. Succes. Het is tijd voor de letter B en met de letter B heb ik bubbelbad. Wauw, mooi, maar ik zie niet superveel bubbels. Ja, maar kom maar mee. Oké, waar is jouw bubbelbad? Wacht, ja, ik zie het. Ja, hier zijn ook al een beetje bubbels, maar niet veel. Hier is Céline haar bubbelbad. Oké, ik geef je een punt bij deze. Ja? Goed gedaan. Dank u. Ja, nu krijg je een extra punt voor je bubbelbad. Dank u hoor. Céline vindt het weer heel leuk hoor. Ja. In een waterpark kan je natuurlijk meer dan alleen zwemmen. Je kan er ook eten bijvoorbeeld. En dan heb je dit. Woehoe. Kijk eens, en hier is er heel veel eten. En mooi. Ik heb iets nodig met de C. Oh. En kijk eens aan, Cornetto. Mooi. Hey, dit gaat mij smaken, maar misschien ga ik hem straks maar opeten. Jij bent terug bij het bubbelbad. Ja. Maar het is tijd voor de letter D. Ik heb douchen. Douchen? Ja. Oh, wauw. Kijk eens. Ah. Met de E heb ik het woord emmer. En hier hangt een emmer. Wauw. Ja, oké, het is wel echt ijskoud. Oké, ben je klaar? Ja. Ik ga ook een beetje bukken. Oh, ik moet hard trekken. Ja. Oh. Geslaagd. Oké, nu was wel echt koud. Met de F heb ik fontein. Fontein, oh mooi. Het is een mooie fontein. Wel heel veel fonteinen. Ja. Oh, Céline zit in de fontein. Mooi. Goed gedaan. En wat komt er na de F? De G. De G, inderdaad. En voor de G heb ik wel een leuke. Dit beeld is wel extreem uitgezoomd. Wow. Ja, zo ben je wel heel klein. Oh nee. En zo is je hoofd ook. Maar het is tijd voor de G. Ja. En de letter G ga ik nu tonen. Ik zie het niet, maar ik ga het tonen. Oh, oké. Groen licht. Nee, dat is een grapje. Dat is te saai. Te saai. Er zijn hier dus heel wat kleibaren. En één van die kleibaren noemt de Green Mamba. Dit is de Green Mamba. En mochten jullie wind hebben, het raam staat open. Vraag ons niet waarom. 3, 2, 1, go! Wow! Ah, let's go! Let's go! Letter G, geslaagd. Met de letter H heb ik haardroger. Maar, haardroger. Ja, die ga ik nu nog niet gebruiken. Dus die doen we na de challenge. Ja, dat is logisch natuurlijk, want je haar gaat opnieuw nat worden. Ja. Tijd voor de letter I. De zon begint te schijnen en ik ga het kunnen gebruiken, want de I staat in dit waterpark voor ijsbad. Ai. En dit is het ijsbad. Céline heeft het ooit al eens gedaan. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja, het is wel koud. Het is het koudste bad in het waterpark. Oh. Hoe lang moet ik erin blijven? 3 seconden. 3 seconden? Ja. Oh, damn. Maar wel nu direct doorlopen. Maar waarom ik alle ijskoude dingen... Ja, ik kan er niet aan doen, sorry. Moet ik helemaal onder? Niet. Ja, tot hier. 3, 2, 1. Oh. 3, 2, 1. Ja, je mag eruit. Ah,
Okay. Goed zo. Het is ijskoud. Punt voor jou. Met de jacuzzi. Jacuzzi, wauw. En het is geen bubbelbad, want er zijn geen bubbels. Nee. Na het ijsbad is het wel echt zalig, wauw. Kunnen we niet gewoon de challenge hier afsluiten? Wie als laatste de jacuzzi verlaat wint. Ah, dat kunnen we misschien de volgende keer doen. Ja, kan. Kan. Nu moeten we verder doen. Ja. Ik ga hier een beetje tijd trekken. Wat komt er na die J? Dit is wel echt zalig, voor alle duidelijkheid. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ja, ik weet het niet. We moeten even denken hier. Ja, we moeten even denken. Ja? Ja. Oké, okay, tot binnen een uurtje of twee. 2 hours later. Heel veel lawaai hier, maar het is tijd voor de K. En de K staat voor de King Cobra. Dat is de blauwe glijbaan. Dit is de King Cobra en deze gaat echt super snel. Het is groen, dus ik ga gewoon vertrekken. Let's go. Daar gaan we. Go. Wow, yo! Damn! Dit gaat super snel! Wow! Wow, yo! Deze is echt cool! Ik zit dus weer vast. Gaan we even draaien? Oh! Ja, we zijn weg! Huppa! Oh, wow, 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 wow! Wow! Daar is hij dan! Damn! Tijd voor de letter L en ik geef jullie 3 seconden om te kijken wat er achter mij met de letter L is. 3, 2, 1. Wat heb jij met letter L? Lichtstoel. Een lichtstoel, natuurlijk. Van Loza. Jij mag even chillen. Ja. Zit je goed? Lig je goed? Ja. Het is tijd voor de M van Michiel, maar namen tellen niet. Maar ik heb wel deze pad. Wauw. Oh, wauw. Oké, okay, ja. Een M op een M. Zou je kunnen staan op deze mat? Probeer het. Oh, je staat... Zwaar. Je bent al op je knieën. Oh. Ja. Ja. Oh. Wat komt er na de letter M? De N. De N van? De N van? Met de letter N, heel belangrijk, nooduitgang. Oh, de nooduitgang. Ja, maar die gaan we niet gebruiken, want we zijn niet in nood. Nee, en die hangt echt overal. Ah, daar hangt het. Oké, okay, ik zag het echt overal. Het is tijd voor de letter O. Heel veel mogelijkheden, maar ja, ik had een paar ideeën, maar ik dacht, ja, als je in een zwembad bent, heb je ook onderwaterbeelden nodig. En dat kan je alleen maar doen met een onderwatercamera. Wauw, goed zo. We vergeten even GoPro. Ben je klaar voor de onderwatercamera? Ja. 3, 2, 1. Met de letter P, een peuterbad. Peuterbad, wauw. Toon eens jouw favoriete attractie in het peuterbad. Oh, oké. Okay. Durf je van deze glijbaan? Die is echt veel te hoog. Ja? Nee. Maar je kan het, kom. Ja, het ziet er alleszins wel leuk uit. Volgens mij gaan ze wel nog redelijk snel, geen grap. Niet onderschatten. Oh, ja, vergeet even dat ik zei dat hij snel ging. Oh ja, toch? Ja, nee, nee, nee. Oh, daar komt hij. Ja, mooi, mooi. Je stond wel juist. En na de P komt de... Tijd voor de letter Q. En nu hoor ik jullie thuis al denken van, ja, met de Q hebben ze niets. Of gaan ze zo iets verzinnen of zo. Nee, we hebben al iets gevonden, want elke keer dat je nu wil komen zwemmen, moet je je QR-code tonen. Mooi. Goed toch? Dus we gaan eens de QR-code scannen. Ja. En? Ben ik toegelaten? Wauw. Let's go. Tijd voor de letter R. En ik heb de Red Viper. De Red Viper. Ja, dat is dus de rode glijbaan. Met je rode bikini. Het is ja. Precies 1 kleur glijbaan challenge. Een band voor Solly. De Red Viper. Let's go. Wow. Wow. Oh my god, die was snel. Oh. Oh, daar komt ze. Hoppa. De letter S. Eerst dacht ik aan sproeiers, maar toen zag ik deze slang. Wow. En het is een slang met sproeiers. Een slang met sproeiers? Ik noem het de sproeiende slang. De sproeiende slang, ha. Mooi. Heel veel S'en. Ja, mooi, kijk. Mooi, mooi. Ja, goed gekeurd hoor. De T van trappen. Trappen, oh ja, heel veel trappen. En we gaan jullie eens gewoon meenemen naar boven. We gaan het wel een beetje versnellen, maar zo zien jullie hoeveel trappen er zijn. Wow. Kijk, wat een mooi uitzicht we hebben. Wow. De
de V van voetbad. Voetbad. Ik dacht dat je ging zeggen voetbal. Ja. Maar ja, ja, we hebben al gevoetbald in het waterpark. Ja. Ja, niet in het waterpark zelf, maar in het zwembad. Klopt. Dit is dus het voetbad. Ja. Is het warm? Ja, toch wel. Oh ja, en enkel je voeten zitten in het water. Oké, okay, en voor de mensen die denken, het is geen voetbad, ik ga even tonen dat het wel een voetbad is. Voetbad. Met de W is het tijd voor de wildwaterbaden. Let's go! Ziet er superzalig uit, hebben we ook al een aantal keer gedaan. Dit is de start. We zijn vertrokken! Huppa, oh, de korte bocht. Salut, leert over. Doei! Wow. We zijn er bijna. Aangekomen. Laatste. Huppa. En met de X hebben we de XXL band. Ja. En daarmee gaan we samen van de glijbaan. Let's go. Go, go, go. Hoe snel ging dat? We zijn er bijna. Ja. Nog twee letters te gaan. Het zijn wel niet de makkelijkste letters. Nee. De I en de Z. En voor de I, of Y, of Y, wat jullie ook willen, hebben we yoga. Ja. Want je kan ook yoga doen in het zwembad. Klopt. En we hebben de bekendste yogapose opgezocht op het internet. Wij kennen er zelf niets van, dus we gaan die gewoon proberen. Ja, zoiets was het. En nu moet je tot rust komen. Oh. Helemaal tot rust gekomen. Ik heb echt geen idee hoe yoga eigenlijk moet. Ik ook niet. Dit is toch een pose die je vaak ziet, of doe ik het verkeerd? Ja, dat is wel juist. Denk je dat? Nu je ogen sluiten. En slapen. Om af te sluiten hebben we de letter Z. En om af te sluiten hebben we ook twee woorden. Okay. We hebben eerst de Z van zuurstoftank. Voor als mensen in nood zijn, hebben ze natuurlijk zuurstof nodig. Maar ja, we zijn ook in een waterpark. En je kan een waterpark toch niet verlaten zonder één keer te zwemmen. Wauw, ja, dat moeten we wel doen, hè. Oké, dus zuurstoftank en zwemmen. Dus nu gaan we nog even zwemmen. En dan hebben we het hele alfabet gedaan. Zwemster Chalet. Ja, toch. Hoe voelt het om zo gefilmd te worden als je zwemt? Echt speciaal. Ja? Ik ga proberen om mezelf te filmen als ik op mijn rug zwem. Het lukt me net. Goed zo. Het lukt net. Ga jij mijn hoofd overhouden? Ja. Oh, dankjewel. Kijk. Kom maar. Zwemmen in een waterpark. Ja. De mooiste manier om de alfabet challenge af te sluiten. Maar ik denk dat we wel genoeg gezwommen hebben, toch? Ik denk het ook, ja. En de challenge is compleet. Ja, juist. Dus, ja, ja, doe maar, Moeten we straks nog ons haar drogen? Oh ja, haar drogen. We hebben het wel gevonden, maar we moeten het nog doen. Inderdaad. En ik snap wel dat er mensen thuis gaan zeggen, ja, met een XXXL band is meer een band. Snap ik, maar dan hebben wij een challenge voor jullie. Reageer iets dat begint met de letter X dat je terugvindt in een waterpark. Ik heb echt geen idee. Nee. Vond je het leuk? Ik vond het leuk. Vond jij het leuk? Heel leuk. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Vergeet niet te liken en te abonneren op ons kanaal. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace! Nu gaan we ons haar drogen. Ja. Hier zijn dus de haardrogers, maar ja, het is 50 cent en we hebben geen geld bij. Nee. Maar ja, ik kan er toch één keer gaan onderstaan om de video af te sluiten. Ja. Droog? Droog. Oké. Okay.